geen Sinterklaas in Druten omdat Zwarte Piet ook niet mag. Oncoloog Radboud UMC maakt pijnlijke blunders. En het is de 11e van de 11e, de aftrap van het carnavalseizoen. Druten is vandaag even landelijk nieuws. De intocht van Sinterklaas gaat dit jaar namelijk aan het dorp voorbij. En de reden? Die valt wel te raden. Waar gaat u morgen de intocht van Sinterklaas kijken? Ja, nergens. Want die is hier niet. Nee? Nee, las ik in de krant vandaag. Ja, ja, wat vindt u daar nou van? Nou, ik vind het wel jammer, vooral voor de kleintjes. Daar is toch feest voor, of niet al? Moet gewoon doorgaan. Moet gewoon doorgaan. Met Zwarte Piet dan? Ook. Ja. Maar of met Roetveegpiet. We zijn overal mee bezig. Ze zijn overal op tegen. Dus ja, de wereld is aan het veranderen. Ja, ja, dat klopt. De wereld is aan het veranderen, ja. Dat is waar. Ja. En Druten gaat er niet mee, blijkbaar. Ja, stom. Ja. We zullen gauw verkiezingen doen. Hè? Normaal is altijd Zwarte Piet altijd geweest. En waarom nou neem ik het niet? Ja, maar daardoor gaat wel de hele intocht niet door, hè? Nee, dat begrijp ik. Ja, maar wat is belangrijker, de intocht of Zwarte Piet? Allebei. Stichting Ondernemers Druten Centrum vindt het erg jammer dat de intocht niet doorgaat. Maar er staat een alternatief op de planning. Wij hebben zelfs ondernemers hebben wij jaarlijks omtrent een koopzondag. Hebben we altijd een evenement met Sinterklaas. Dat is dit jaar twee dagen. Dat is een zaterdag is een spelletjesmiddag voor de kinderen. En op zondag is een speurtocht. En er is een Sinterklaas en er zijn ook de Pieten aanwezig. En wilt u vertellen wat voor Pieten? Laat ik even in het midden. De burgemeester Corrie van Ree, Oud-Ammerveld, laat weten dat ze het ontzettend jammer vindt voor de ouders en kinderen in de gemeente dat de intocht van Sinterklaas dit jaar niet doorgaat. Het vraagstuk van de Zwarte Pieten, Roeteveegpieten, is een vraagstuk van de samenleving, laat de burgemeester weten. Daar gaat de gemeente niet over. Ook mijn persoonlijke mening als burgemeester doet er niet toe. Ja, hij gaat niet door omdat de Sint-Klaasvereniging niet aan een goed roetveegpiet wil. Oh. Die willen alleen nog maar Zwarte Pieten. Oh jee. Wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat je met de tijd mee moet gaan gewoon. Dus ik zou zeggen, ga lekker met de roetveegpieten de straat op. Want ik zie ze ook op tv, dus de kinderen zijn er al aan gewend. Ja, het gaat om Zwarte Piet. Zwarte Piet of roetveegpiet. Wat heeft u liever? Dat we weer met z'n allen weer eens een beetje normaal gaan doen, dat heb ik liever. Ja, maar begrijpt u de discussie? Nee, ergens niet. Want? Zwarte Piet moet Zwarte Piet blijven. Dat is gewoon zo. Ja. Maar begrijpt u dat het misschien voor een aantal mensen kwetsend kan zijn? Kan zijn, maar dan moeten ze hem aannemen zoals het hier is, vind ik. De Sinterklaasvereniging in Druten wil niet voor camera reageren en laten via een website het volgende weten. Ondanks dat het overgrote deel van de inwoners van Druten Zwarte Piet een warm hart toedraagt, staan we toch voor het voldongen feit dat de scholen in Druten zijn gezwicht voor de maatschappelijke discussie en voor Roetveegpiet hebben gekozen. De vereniging kan helaas niet aan dit verzoek voldoen. Dit heeft tot gevolg dat wij de scholen niet meer mogen bezoeken. Alle gelovige kinderen zullen nu opgroeien met Roetveegpiet. In de rest van de regio van RN7, dus in Beuningen, Elst, Nijmegen en Wijchen, vindt morgen wel een Sinterklaasintocht plaats. Een verslag hiervan is morgenavond vanaf 8 uur te zien in het speciale RN7 Sinterklaasjournaal. Zometeen in het RN7 regionieuws. Het was vandaag de 11e van de 11e. Voor veel mensen onder de rivieren, een dag waar elk jaar weer naartoe wordt geleefd. Tijd voor een feestje dus. Een voormalige oncoloog van het Nijmeegse Radboud UMC heeft het wel heel bont gemaakt. Zo blijkt uit medisch onderzoek. Verkeerde hoeveelheden chemo en behandelingen op basis van verouderde gegevens, omdat de actuele gegevens ongezien in haar computer stonden. Uiteindelijk is de oncoloog met een flinke ontslagvergoeding weggegaan bij het ziekenhuis. 11 nabestaanden en 1 patiënt zijn alsnog een zaak begonnen bij het medisch tuchtcollege. Is het nodig en zinnig om voor een betere scooterstalling te zorgen aan de noordzijde van station Wijchen? Dat moet het college laten onderzoeken en voor juni 2023 aan de gemeenteraad kenbaar maken. Die opdracht kreeg men donderdagavond van de raad door een motie van kernachtig Wijchen. De achterliggende gedachte is tweeledig. Aan de noordkant van het station Wijchen kunnen scooters alleen in gemarkeerde vakken geparkeerd worden. Ze staan er dus blootgesteld aan weersomstandigheden. Maar er is ook een duurzaam aspect. Uitbreiding van een overdekte scooterstalling aan de noordzijde van het station kan namelijk het duurzame treingebruik bevorderen.
De gemeenteraad van Druten heeft donderdagavond besloten om 400.000 euro beschikbaar te stellen aan voetbalclub SCP uit Puifluk. Dit geld dient als eenmalige subsidie voor herbouw van het clubgebouw dat in juni vorig jaar is afgebrand. SCP-voorzitter De Biese had eerder deze maand bij de gemeenteraad zijn grote teleurstelling uitgesproken, omdat in de nieuwe begroting van de gemeente helemaal geen geld voor zijn club was uitgetrokken. Deze 4 ton komt nu uit de algemene reserves van de gemeente. Jasper Sillissen gaat niet mee naar het WK in Qatar. Bondscoach Louis van Gaal had de Groesbeekse keeper wel in zijn voorselectie opgenomen, maar heeft besloten hem niet mee te nemen. Sillissen zat in de voorselectie samen met Mark Vlekken, Andries Noppert, Remco Pasveer en Justin Bijlo. En de laatste 3 hebben de definitieve selectie wel gehaald. Nederland speelt op 21 november de eerste wedstrijd van het WK tegen Ecuador. En we blijven nog even bij het voetbal, want zondag speelt NEC thuis zijn laatste wedstrijd voor de winterstop. In de Goffert neemt het team van Rogier Meijer het op tegen RKC Waalwijk. NEC kan de punten goed gebruiken, maar toch maakt Meijer zich niet zo'n zorgen over deze wedstrijd. Nee, zorgen maak ik me daar sowieso niet over, omdat na morgen of na zondag is het de 14e wedstrijd die we gespeeld hebben. Dus er volgen er nog 18. Uiteindelijk... Aan het eind van de rit moeten we staan waar we denken dat we willen staan. En dat is bij de eerste 9. Dan helpt het wel als je zondag natuurlijk wint, want dan sta je daar ook. Alleen na de winter, na de WK, ja, is er ook weer een heel andere periode. En daar zullen we ons op moeten voorbereiden. Dus ongeacht de uitslag van een zondag maak ik me daar geen zorgen over. Zometeen, na het RN7 Regio Nieuws, zie je een nieuwe NEC-update. Met daarin onder meer het volledige interview met Rogier Meijer. Het is vandaag 11 november, dat betekent natuurlijk de 11e van de 11e. De aftrap van het carnavalseizoen. Dat begon vandaag op de Grote Markt in Nijmegen. Wij gaan nu de 11e van de 11e, is het natuurlijk vandaag. En om 11 minuten over 11 gaan we de carnaval officieel openen hier in Knotsenburg. Samen met de prins en zijn kabinet. En zoals je ziet de nodige carnavalisten. Dus dit is de officiële opening van het carnaval. U bent de prins van het carnaval. Wat is uw rol precies in het feest? Nou, mijn rol is dat ik voorganger ben, zoals dat met een heel mooi woord omschrijven. Het enthousiasmeren van de mensen voor het Knotsenburgse carnaval. Het bezoeken van de verenigingen. Mensen in het zonnetje zetten die zich op vrijwillige basis, want het is allemaal op vrijwillige basis, extra inzetten voor het Knotsenburgse carnaval. Maar ook mensen die zich in het dagelijks leven voor wat andere groeperingen inzetten. We komen bij ziekenhuizen, we komen in verzorgingstehuizen. Carnaval is niet alleen maar 4 dagen carnaval. En de mensen daar een hart onder de riem steken. Dus ja, daarin ben je het visitekaartje eigenlijk van het carnaval. En wat betekent de carnaval voor u? Ja, wat betekent de carnaval voor mij? Dat is heel moeilijk te omschrijven in een zin of in een woord. Ik ben opgegroeid met carnaval. Mijn ouders waren al vrijwilliger altijd. Hebben veel georganiseerd. Dat heb ik als kind af aan meegekregen. Mee naar de optocht, mee naar zittingen. Ik mocht in 91 jeugdprins van Nijmegen zijn. Ja, carnaval is wat ik net ook al zei, meer dan die 4 dagen. Alleen voor mij, daar is mijn vriendengroep in ontstaan. Daar ontstaan hele mooie sociale contacten. Het is meer dan alleen maar een hobby. Wat betekent carnaval voor jullie? Carnaval betekent alles voor ons. Wij zijn de vereniging De Feestplekkers. Dit jaar 10 jaar. En ja, carnaval is alles. Dat is niet alleen het feesten, maar alles eromheen. Het sociale gebeuren als vereniging. Mensen onder elkaar. Ja, en het feestje van het jaar, hè? Daar gaan we vandaag mee starten. Wat betekent carnaval voor u? Nou, in ieder geval heel veel. Anders zat je er natuurlijk niet zo heel lang bij. En het leuke van carnaval is, het is ook een feest van verbroedering natuurlijk. En in tegenstelling wat veel mensen denken is, het is ook een heel sociaal gebeuren. We doen ook heel veel voor zieke mensen, mensen in tehuis, et cetera, bezorgen we leuke avonden. Dus het is een heel sociaal feest. Voor alle rangen en standen, geloof, maakt allemaal niet uit. Het is voor iedereen toegankelijk. Het is voornamelijk heel belangrijk, denk ik, om Nijmegen te laten zien dat Knotsenburg een heel gezellige stad is tijdens het carnaval. Wat betekent de carnaval voor u, meneer? Feest, lol maken, met je vrienden op stap en gewoon gezelligheid en heerlijk ontspannen. En wat gaat u de komende 3 maanden tot aan februari nog doen met de carnaval? Voorbereidingen voor de carnaval treffen, ook met ons eigen Nijmeegse dweilorkest. Daar zijn we weer actief mee en bij Schobbeler blijven we gewoon lekker aan de gang. Volgend jaar bestaan we 50 jaar als de carnaval officieel aan de gang is, 3 dagen in februari.
dan produceren we dit product 50 jaar en dat is gewoon lekker feest worden. We hebben momenteel even niets te klagen wat het weer betreft. Er valt nauwelijks regen, de zon is veel aanwezig en ook de temperaturen zijn nog best oké. En kijk even naar dit plaatje. Zo'n zonsopkomst zou je elke dag wel willen hebben. Ook morgen houdt dit mooie weer nog aan en dat komt goed uit, want in veel plaatsen komt Sinterklaas dan aan in het land. Het belooft een droge en zelfs zonnige intocht te worden. Temperaturen lopen landelijk uiteen van 12 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden. Wel even de jas meenemen dus. De dagen erna zal het weer langzaam iets veranderen. Maandag is een beetje een overgangsdag, maar vanaf dinsdag krijgen we met meer buien te maken en wat lagere temperaturen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons ook even op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe NEC-update. Morgenavond zijn we dan weer bij je terug met een speciaal RN7 Sinterklaasjournaal. Daarin zie je onder meer het verslag van de intocht van Sinterklaas in Beuningen, Elst, Nijmegen en Wijchen. De uitzending begint om 8 uur en wordt daarna doorlopend herhaald. Graag tot morgen!